Het is een ribeye, een steak. En ik ga de vliesjes en het vet weghalen, zodat ze geen droog mondgevoel krijgen. Want ze gaan ook jureren op het deel mondgevoel, textuur. Dus als ze in een vliesje bijten, dan gaan daar al heel veel punten op af. Lynn is barbecue-expert. En dat is niet zo vreemd, want ze leerde het toen ze heel jong was. Van haar moeder die cursussen geeft in het barbecuen. Ga er nu met een touwtje omheen, met drie touwtjes. Zodat als ik hem ga grillen, hij niet helemaal uit elkaar gaat vallen. Voor Lynn is het geen luie schoolvakantie. Met haar lievelingshond Butcher in de buurt is ze elke dag aan het oefenen. Doordat ik dit erbij doe, wordt hij vooral heel sappig en heel niet droog. Volgende week doet ze mee aan de wereldkampioenschappen barbecuen in de Verenigde Staten. Ik heb mijn Golden Ticket gewonnen en daarmee mag ik naar Amerika toe. Echt de plek van het barbecuen met jury en superveel teams. Dat is echt de barbecue top. Daar gaan echt alleen de mensen heen die dus ook deze gewonnen hebben. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik vind het superleuk. Top barbecuers uit de hele wereld komen er samen. En het gaat er serieus aan toe. Een kritische jury beoordeelt wat de barbecuers ervan hebben gebakken. Ik doe eerst wat pittige kruiden met vooral hele intense smaak. En daarna ga ik de wat lichtere erop doen. Zodat als je een hapje neemt, je niet gelijk al je smaak verliest door de pittigheid. Ja, een ribeye professioneel barbecuen, daar is heel veel kennis voor nodig. En die heeft Lynn. Lynn krijgt soms kritiek op haar bijzondere hobby. Dat vlees eten dieronvriendelijk is. Zelf vindt ze van niet. We zijn geen grote vleeseters. We eten wel een paar keer in de week vlees. Maar dan eten we minder vlees, maar dan wel goed vlees. Dus biologisch vlees van koeien die wel een goed leven gehad hebben. Ik denk dat die goed gelukt is. Ik hoop het. Maar deze fijnproevers testen of dat klopt. Ik heb 10. En als laatste krijgt Butcher een stukje om te proeven. Ja, hij is zeker goedgekeurd.